Michael, ja, laat ik meteen met de deur in huis vallen. Vorig jaar Holland-series verloren. Wat wordt het dit jaar? Doelstelling is om zeker weer de Holland-series te gaan halen, maar daarvoor moet je wel eerst de play-offs zien te bereiken. Dus laten we zeggen dat we dat nu als doelstelling hebben. En dan begint iedereen weer opnieuw en dan gaan we het meemaken. Het is wel een voorzichtige doelstelling. Eerst de play-offs zien te halen, of niet? Nee, maar je moet eerst de play-offs halen, wil je er verder kunnen. Dus dat is een mooi streven op dit moment. Hoe staat het ervoor met het team? Ik mag niet klagen. Geen geblesseerden, dus dat scheelt. Ik denk dat wij. Dit is pas de derde oefenwedstrijd die we nu gespeeld hebben. En je ziet daar zeker een stijgende lijn in. Hierna nog eentje en dan volgende week nog drie wedstrijden. En dan begint de competitie. En dan komt alles in orde. Ja, is het team al klaar voor 9 innings? De pitchers nog niet, maar die wil je nu. Dit weekend iets langer op de heuvel hebben staan, zodat ze wat meer innings in hun armen gaan krijgen. Veel spelers die kunnen dat geen enkel probleem. En gelukkig hebben we er genoeg, dus we kunnen ook nog wel hier en daar wat wisselen. We hebben wat jonge jongens bij ons om ook eens te kijken hoe die zich houden in deze mooie toernooi. Dus het komt allemaal in orde. Wat mis je nog in het team? We zijn nog op zoek, naastig op zoek naar een pitcher. Die zou heel welkom zijn. Ik heb er nu 6. Dat is te doen, niet wenselijk, want dan pleeg je wel heel veel roofmoord op de armen en dat wil je niet, want het seizoen duurt lang. Dus als we er nog één bij kunnen krijgen, heel graag, en daar zijn we hard mee bezig. Je bent hard mee bezig. Betekent dat ook dat er lijnen uitstaan? Er staan zeker een aantal lijnen uit en hopelijk binnen nu en 2, 3 weken komt er wel eentje over. Ik kan zeker nog geen tipje van de sluier oplichten. Ze komen van een zonnig eiland. Oké, nou ja, goed. Ja, je bent de vervanger van Wim dit jaar. Hoe gaat dat voorlopig? Gaat prima. Coachingstaf is ook compleet. Ik heb Dave Zijlstra erbij gehaald. Zoon ook van een oud-honkballer. En die heeft mij vorig jaar geholpen met de rookies. Stanley is gebleven, dus we zijn met z'n drieën. Doen we het. David is officieel geen pitchingcoach meer, maar houdt zich nog zeker met pitches bezig. Dus 4 man, prima. Geeft het extra druk? Wim die heeft de Holland Series gehaald. Nu moet je daar eigenlijk wel net zo hoog eindigen. In dat opzicht niet. Nee, ik denk dat wij nu een weg zijn ingeslagen met Kinheim om ook jonge, talentvolle spelers te gaan gebruiken. Ik denk dat dat zeker voor de toekomst nodig is. Dat is nu gebeurd. Dus die lijn is ingezet. Het talent is er voldoende aanwezig om de play-offs en ook de Holland Series te kunnen halen. Heeft dat er ook mee te maken dat jij rookiecoach bent geweest hiervoor? Dat heeft er ook mee te maken. En dan heb ik een aantal spelers die ik vorig jaar heb doorgestuurd, die zijn er nu. Dus die hebben weer een jaar hoofdklasservaring. Ik heb er nu weer 2 bij gehaald die ik vorig jaar gekozen heb. En die maken een hele goede kans om bij de selectie te komen. En dan zijn er nog een tweetal spelers die nog bij de rookie spelen. En die laten we op tourbeurt meekomen en kijken hoe zij zich stand houden tussen de grote jongens. Ja, je zei jullie willen de play-offs halen. Wie zijn jullie tegenstanders? Ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat Neptunus en Pirates. Nou, ik wil niet zeggen ver boven iedereen staan, maar die maken de grootste kans. En alles wat daaronder komt met de Hoofddorp, UVV, Twins, weet ik ook nog niet hoe die zich ontwikkelen. Wij zelf. Kan het leuker worden dan de afgelopen jaren, lijkt mij, op dit moment. Ja, want ik heb wel begrepen dat na dus Neptunus en de Pirates dat het veel dichter bij elkaar komt Ja, qua niveau. wat het interessanter kan maken. En ik denk dat je dan nog een leukere competitie gaat krijgen. En spannende wedstrijden. Nou, ik denk dat iedereen dat wil, ook als toeschouwer, maar zeker ook als speler.